Welkom bij de weekvlog. Laatste zondag van maart. Deze week hadden we even de hovenier uitgenodigd. Om eens even te komen kijken. Zaterdag hebben we met Bram gewerkt aan de woonkamer, hè, het vloertje is nog steeds niet helemaal klaar. Nog één dag, denk ik. En zondag zijn we met de koeienstal weer verder gegaan. Elektra demonteren en nog wat balkjes eruit. En uiteindelijk hebben we buiten al het hout opgestapeld, dat we vorige week al mee begonnen. Containerman die had geen container, dus moest er gewoon buiten doorstapelen. Hopelijk heeft hij deze week wat materiaal beschikbaar. Nou, veel kijkplezier met de vlog. Doei! Goedemorgen, het is weer zaterdag. Vandaag zouden we de container, houtcontainer gaan vullen met het hout wat we vorige week verzameld hebben. Helaas heeft de containerleverancier wat leverproblemen. Die gaat deze week het regelen hier. Wij gaan gewoon het hout vandaag verder buiten opstapelen. En met de betonvloer verder. Daar is Bram nu al mee bezig, zoals je kan horen op de achtergrond. Maar het is weer hartstikke mooi weer vandaag. Dus we gaan even de deuren openzetten. Zo. Kom mooi hierdoor naar buiten toe. Oh, wat ziet het er toch lekker zonnig uit. Zo, bijna 2 uur. We stoppen voor deze zaterdag. Weer bijna 5 uurtjes gebuffeld. Zoals jullie zo meteen zien, is de houtstapel buiten weer wat groter geworden. Dat is ook afgesproken met de containerman. Dat zij met de container langskomen en het even inladen. Want ze hadden gisteren niks geleverd, gaan ze het zelf doen en hopelijk toch een lege container nog plaatsen voor de toekomstige arbeid. Nou, hier het stapeltje hout, hopelijk volgende week weg.
Dan gaan we naar binnen. Het hout in de schuur is weg. De schuur is aangeveegd. Dus dat ziet er netjes uit. De deur gaat dicht nu. Zo. Gaat de balken weer voor. Die is dicht. Toppie. Nou, alles hier is keurig aangeveegd, weggeblazen. Dit is in orde. Hier de koeienstal waar we morgen verder gaan met Junior. Dus al het grove hout is inmiddels weg. Ja, er ligt nog heel veel troep op de grond. Er wordt nog heel veel veegwerk. Morgen weer verder. Deze deur ook maar weer dicht. Nou, gaan we even bij Bram kijken. Zo, dat is Bram, die staat een beetje om het hoekje. nou, kijk eens. Weer een hele strook weg. En oh, dan moeten, we wel naar beneden toe. Hij moet wel naar beneden toe. Naar beneden, met je ding. Het laatste stuk ging wel heel snel, niet dan. Hoe wil hij dat nou niet netjes doen? Nou, dan maar even met de hand. Nou. Dit is het stuk, het middenstuk wat Bram helemaal eruit gehaald heeft. En zelfs dit stuk. Zie je al halverwege deze strook. We hebben nog één eilandje. Dat is hier waar ik nu op sta. Nou, was weer een klusje voor vandaag. Weer terug omhoog naar Bram. Zo. Ja, was weer wat. Hè? Nou, bedankt hè. Ja, graag gedaan jongen. Doei. Welkom op de zondag. Vandaag met Junior aanwezig. Aantal dingetjes vandaag te doen. Het opstapje hebben we gisteren opgehaald bij de caravanleverancier die ze vergeten waren. We hebben ook een slot meegekregen voor de deur aan de zitgedeelte, die kon niet dicht en er was geen sleutel van. Dus die hebben we gedaan. En verder in de koeienstal de elektra gedemonteerd en verder met de balken. Nou, veel kijkplezier. Doei! Zo, eventjes de slot vervangen. Zo, zondagmiddag. We stoppen er weer mee voor vandaag. Het stapeltje hout is aangevuld. Hopelijk gaat het van de week weg. Ik zal even meenemen naar binnen. Nou, dit is in de koeienstal. Het is nu bijna volledig weg. Je kijkt nu één grote open ruimte. Nou, nog eventjes en
We kunnen gaan denken aan het opbouwen. Maar eerst eventjes nog verder slopen. Nou, dit was het voor deze week. Tot de volgende week. Doei!